Welkom bij de voortplantingsstelsel van de man Biocast. We gaan weer even terug naar liefde in de lucht. Hoe was het ook weer? De hypofyse, die maakt een hormoon. En dat hormoon komt bij een man terecht in de testis, in de zaadballen. En die zaadballen gaan zaadcellen maken. En die gaan ook testosteron maken, een ander hormoon. En dat hormoon zorgt voor de secundaire geslachtskenmerken bij jongens. Hier heb je zo'n zaadcel. Die bestaat uit een kop. Daarin zit de kern, het DNA, het erfelijk materiaal. Hij heeft een motortje en hij heeft een staart. En daarmee kan hij zich voortplanten. En waar dat handig voor is, zien we later nog wel een keer. Hier heb je een heleboel van die zaadcellen. Hier hebben we dan het voortplantingsstelsel van de man. Dit is de zaadbal en die maakt zaadcellen. Daar een beetje omheen, daarachter, zit de bijbal. En die heeft als taak het tijdelijk opslaan van de zaadcellen. Daar loopt de zaadleider en die heeft als taak het vervoeren van zaadcellen. En sperma, zoals je later kunt zien, want dat is wat anders dan zaadcellen. Hier heb je namelijk een zaadblaasje en zaadblaasjes maken zaadvocht. En pas als dat erbij komt, praat je over sperma. Hier hebben we de prostaat. Die kan enerzijds zaadvocht maken en aan de andere kant sluit die de urinebuis af naar de urineleider. En dit is dan de urinebuis. Die vervoert urine en sperma. Bij een jongen gaat het door dezelfde de buis. Hierboven ligt het zwellichaam. Die zorgt ervoor dat een jongen een erectie kan krijgen. Hier hebben we nog de voorhuid. Die zit om de eikel heen en die beschermt de eikel. En dit is de eikel en die zorgt ervoor dat je een orgasme kunt krijgen als jongen. Nou, deze dingen en hun taak moet je weten. Hier worden zaadcellen gemaakt in de zaadbal, worden opgeslagen in de bijbal. En als een man een orgasme heeft, gaat hij onderweg door de zaadleider. Hij komt bij de zaadblaasjes die zaadvocht maken. Een stukje verder komt hij bij de prostaat die ook nog vocht maakt als voeding. En dan gaat hij door de urinebuis naar buiten. Zo, dat zijn ze alweer de belangrijkste dingen die je moet weten van een mannelijk voortplantingsstelsel. Veel succes met studeren. Tot de volgende keer.